Heeft er misschien wat over voor de afgebrande school de kringloop? Ja, dat heb ik wel. Ga ik even portemonnee pakken. Oké. Ja. Dank u wel. Ja. Nou, en dan heel veel huisjes. Lege flessen. Plastic flessen. Ja, ze zijn vasthoudend, Rick en zijn vriend Arvid. Ze willen proberen vandaag zeker over de 100 euro te komen met het inzamelen van geld. De klasgenoten zijn trots. Goed dat je het hebt gedaan. Ja. Ja. Van mijn opa krijgen we dus de hele Paul van Loon serie met de handtekening van Paul van Loon. De eerste nieuwe boeken zijn dus binnen via opa. En het eerste geld is ook al binnen. Wat denk je eigenlijk met het geld te gaan doen? Nou, ik geef het aan de directeur en die kan er dan weer nieuwe potloden en linealen en gummetjes van kopen. Want die zijn er niet meer. Na de heftige brand in de nacht van Oud Opnieuw is er van basisschool De Kringloop niets meer over. Goeiedag. Heeft u misschien wat over voor de basisschool? Ja, tuurlijk wel. De buurtbewoners geven gul, ontdekken de vrienden als ze weer thuis zijn. Zo. Zo. Ik weet niet wat het is. 25 plus 20. Uiteindelijk haalde Rick met zijn vrienden in 2 dagen al 171 euro en 78 cent op. Maandag wil hij het aan de directeur geven. En dan is er misschien ook meer bekend over de oorzaak van de brand.